Vierde axiome van Watzlawick. Mensen communiceren zowel digitaal als analoog. De digitale taal staat voor de woorden, tekens en gebaren die gebruikt worden. Het gaat om verbale communicatie. Dit is doorgaans eenduidig en heeft dus een duidelijk omschreven betekenis. De analoge taal is dan de non-verbale communicatie. Dit houdt vele zaken in, namelijk intonatie, stemklank, stemvolume, mimiek, dus je gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, nabijheid, afstand, gebaren, bewegingen, oogcontact, aanraking en nog veel meer. Deze zijn meestal niet eenduidig en kunnen dus op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Maar de analoge taal is wel geloofwaardiger dan de digitale. Bovendien ondersteunt de analoge taal de digitale taal. Op welke manier komt dit axioma tot uiting in het voorbeeldfilmpje? Created using Powtoon.